Het weekend weerbericht met Leij van de Prij. Eerst maar eens even kijken wat het eerste weekend noord de carnaval ons gaat brengen. Ik denk dat we vrijdagmorgen rekening moeten houden met gladheid. Want er is een duweaanval gekomen vanuit het zuidwesten. En dat betekent dan ook kans op gladheid. Regen, natte sneeuw, isselen is mogelijk. Maar geleidelijk aan dan verdwijnt die natigheid allemaal. En gaan we te maken krijgen met bewolking. En temperaturen die licht gaan stijgen. Nou ja, wat dat ligt. U vandaag temperaturen rond de 6 à 7 graden. En s'nachts geen nachtvorst meer. En dat is ook het weer voor de zaterdag en de zondag. Temperaturen u vandaag zo rond de 6 à 7 graden. En s'nachts temperaturen die u al iets boven het vriespunt doet komen. Er is wel veel bewolking en er is weinig wind. Ook kans op een nevel en mist. Dus van dat mistroostig weer. Nooit weekend. Dan moet het er eigenlijk toch wat beter goed komen te zijn. We komen weer opnieuw onder de vleugels van een hoge drukgebied. Wind draait weer naar het noordoosten. Het gebeurt allemaal langzaam. En temperaturen die in dalende lijn gaan. Nu vandaag 4-5 graden als maximum temperatuur. S'nachts een paar graden onder nul. En weer opnieuw kans op gladheid. Maar in ruil doorvuur wel wat meer zon. Dus al met al zult het er nog niet zo verkeerd doen. Ik ben Leij van de Prij. Wilt je meer weten over het weer? Kijk naar landvanlimburg.nl. Tot de volgende keer. Hoi!